De afgelopen dagen hebben wij toch wel een grote drukte van stakende leerkrachten gehad voor het gebouw van het civiel kanton aan de Grote Combiweg. Dat is vandaag niet het geval geweest. Slechts de als BVL-voorzitter met zijn bestuursleden en de regeringsleden die zijn er gestapt naar de rechter, waar zij vandaag om 3 uur moesten aangeven of zij elkaar hebben kunnen vinden en of de leerkrachten ook eens zijn gegaan. Dat is wel het geval, want de scholen die zijn na 2 weken staken vandaag weer begonnen. En zoals Valiet het op zaterdag 28 januari aangaf, geeft men de regering tot en met 13 februari de ruimte om orde op zaken te stellen. Dus de acties die zijn nog niet opgeheven, de acties zijn geschorst. En we vroegen aan Valies wat er allemaal aan de rechter vandaag is doorgegeven en welke rapportage hij vandaag vanuit het veld heeft gehad voor wat de eerste schooldag aangaat na 2 weken van staken. We voeren u naar als BVL-voorzitter Wilgo Valies. Heer Valies, jullie stappen net uit het gebouw van kanton hier aan de Grote Combiweg, waar jullie vandaag toch een afspraak hadden om 3 uur. Kunt u ons vertellen wat daarboven is gebeurd? Nou, we hebben namelijk verslag gedaan over wat het standpunt is van de algemene ledenvergadering van de ALS en de BVL. Er was een voorstel van de rechter, welke we dus aan de leden hebben voorgelegd. En dat was dus om vandaag, of tenminste de werkzaamheden weer op te pakken, de acties op te schorten. En het gaat erom dat wij met de onderhandelingen over het loon zullen starten en dat we dan binnen 2 weken dat er een oplossing is. Wij hebben dus de rechter aangegeven dat de leden konden meegaan met dit voorstel en er is besluit genomen om vandaag direct te beginnen met de school. Wat ik ook nog heb aangegeven is dat wij nadat het voorstel bij ons was gedropt die vrijdag, hebben wij de leerkrachten meteen de volgende dag opgeroepen. Eigenlijk was ik er niet van bewust dat het een vrije dag was. Maar ik heb een beroep gedaan op de leerkrachten om hun medewerking daaraan te verlenen. En ze hebben dat gedaan. Vandaag zijn ze dus weer naar het werk gegaan. Er zijn dus wat afspraken gemaakt hoe de komende 2 weken ingevuld zal worden. Dat beide partijen, dat er een stukje uitwisseling zal plaatsvinden van informatie. En de rechter heeft echt erop aangedrongen dat we moeten gaan werken naar een werkelijke oplossing. En dat is voor mij heel erg belangrijk. Dus wij zullen als groep alles in het werk stellen om naar die oplossing te komen. Heer Valies, vanavond beginnen de onderhandelingen, zoals u dat eerder hebt gesteld. Even concreet, ofschoon u dat ook op de persconferentie hebt gezegd, concreet, waarover zullen jullie vandaag gaan praten, of vanaf vandaag beginnen te praten? Ja, we gaan dus over een aantal dingen praten, ook over de entiteit, want u weet dat er grote onduidelijkheid daarover bestaat. En de leden hebben erop aangedrongen dat wij over alle informatie moeten beschikken, waardoor we ons daarover kunnen uitspreken. En u begrijpt, je gaat van het ene naar het andere systeem. En het moet niet zo zijn dat we wanneer we in die andere entiteit stappen, dat we daar bekaaid vanaf komen. En dat er ook nog een heleboel nadelen daaraan kleven. Dus wij willen van tevoren het volledig pakket in handen krijgen. En dat wij ons daarover kunnen buigen met onze deskundigen. Ofschoon u, heer Valies, ook hebt aangegeven niet langer te willen praten over de vals, moet dit toch even van het hart. Betekent, mocht het zijn dat jullie in die 2 weken toch tot een vergelijk komen en zaken geïmplementeerd worden, als ik het zo mag stellen, betekent het dat de vals dan automatisch zal meeliften met wat jullie zullen bereiken? Dus wij gaan dus niet voorbij aan de vals. We hebben inderdaad een overeenkomst waarin vals genoemd is. Dus ik denk dat op zich geen probleem zal zijn. Wij gaan onze ideeën daarover geven. En de bedoeling is dat er een oplossing komt. Dus wij hebben geen problemen als de VOLS daaromtrent geïnformeerd wordt en dat er daarmee ook rekening wordt gehouden. Voor ons is dat geen probleem. Maar zijn zij ook van partij vanavond? Nee, vandaag is het alleen dus de ALS en de BVL.
als en de BVA zijn in staking. En om naar een oplossing toe te werken was dit noodzakelijk. Dus vandaar dat beide partijen vanavond aanwezig zullen zijn. Meneer Valies, na 2 weken zijn de scholen vandaag gestart. Heeft u al een rapportage vanuit het veld hoe dag 1 na de stakingen vandaag is geweest? Ja, ik heb een rapportage gehad. En hier en daar zijn er toch nog, hebben zich niet hier en daar, we hebben dus zeker op één school hebben zich problemen voorgedaan. En ik heb dat daarnet ook kenbaar gemaakt en ik was daar niet te spreken over. Punt is dat wij vanavond over de minpunten die zich hebben voorgedaan, want zoals we dat in een eerder stadium hadden aangegeven, is dat er een stukje rancune wordt gehanteerd naar leerkrachten die acties hebben gevoerd. En wij hebben van tevoren gezegd, handen af van de leerkrachten. En we zullen dus al die zaken die zich hebben voorgedaan, zullen we aan de orde stellen. En wij zullen op geen enkele wijze accepteren dat leraren, vanwege het feit dat ze over hun grondrechten of van hun grondrechten gebruik maken, dat ze daardoor gestraft worden. Dat is voor ons onacceptabel. Rancune vanuit MINOF of vanuit de schoolleiding? Vanuit MINOF hebben wij tot nu toe begrepen en ook vanuit de schoolleiding. Dus wij gaan daar meteen er tegenaan. We gaan het niet accepteren. Al is er maar 1 leerkracht die benadeeld wordt omdat die van zijn grondrecht heeft gebruik gemaakt. Wij gaan dat niet accepteren. Wat we de afgelopen dagen niet hebben gehoord, heer Valies, omdat toen herwaardering helemaal afgelopen dagen, toen de zaak hiervoor ging, helemaal op front stond. Dat is dan van het schoolhoofd van OS Uitkijk. Wordt dat in de onderhandelingen vanaf vandaag ook meegenomen? Of is dat stukje nog, of is dat nu niet belangrijk? Het is nog steeds erg belangrijk. Ik heb in elk geval gisteren nog contact gehad met de minister van Onderwijs. En de bedoeling is dat wij te zijnde tijd, wanneer hij terug is, zullen we ons met z'n beiden daarover buigen en kijken hoe we tot een aanvaardbare oplossing kunnen komen. Wij van TBN Prime Alert hebben vandaag met andere journalisten een vraaggesprek gehad met de directeur vanuit de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de heer Steve McAndrew, aan wie wij toch enkele vragen stelden over de actuele situatie in Suriname. Zo is door de regering aangegeven dat er wederom gestart zal worden met dat van de basisgoederen. Er worden nu thans namen genoemd van 15 basisgoederen. Ook hebben we met hem gesproken over bezorgdheid vanuit het bedrijfsleven, die eerder aan de president had aangegeven dat in feite reshuffling niet het antwoord is op de huidige crisis, maar als we mogen afgaan op de persberichten, maar ook op andere berichten, dat er nu al toch wel namen genoemd worden van ministers die gereshuffeld zullen worden, waaronder de HI-minister Sigrid Bullesen. Ook daarover spraken we met McAndrew en ook wat hun bezorgdheid is voor wat januari 2017 aangaat. We voeren u naar het vraaggesprek welke wij hadden met VSB-directeur Steve McAndrew. Tegenwoordiger van het bedrijfsleven. En er zijn berichten gelanceerd dat er weer een lijst met goedkope basisgoederen samengesteld zal worden. Dit project is een beetje stopgezet. Het was in een winterslaap gedompeld. Maar nu in deze periode waarbij de bedrijven het moeilijk hebben, zal het kunnen werken? Zal het bedrijfsleven meewerken hieraan? Ook weer zijn boete wil tonen? Wel, ik denk dat het bedrijfsleven altijd zal meewerken aan de import van basisgoederen als we gevraagd worden. Ik denk dat dat toch wel in deze tijd noodzakelijk is, gelet op de financiële-economische crisis waarin ons land is. En we weten dat het volk toch wel het zwaar te verduren heeft. Dus we zullen onze goodwill tonen en meewerken als we gevraagd worden door de regering om te participeren. Maar we weten dat dit een proces is. De bedoeling is dat de basisgoederen gefinancierd zullen worden middels middelen uit van die lening van de Islamitische Ontwikkelingsbank. En dat vergt nogal wat procedures, omdat de voorwaarden toch wel vrij stringent zijn. Dus ik denk niet dat het zo 1, 2, 3 zal gebeuren. Maar nogmaals, als bedrijfsleven zijn we altijd bereid om te werken aan de import van basisgoederen. Heeft het enige
invloed op de inkomsten van het bedrijfsleven is, of op de uitgaven? Is het betekent het inkomstenderving op een of andere manier? Ik denk niet dat het zorgt voor inkomstenderving van het bedrijfsleven, omdat de bedoeling is, althans wat ons was uitgelegd door minister Burleson, dat de regering fondsen ter beschikking zal stellen waarmee deze goederen gekocht zullen worden. Dus het bedrijfsleven hoeft niet dure valuta te gaan kopen, maar ze zullen dan beschikbaar worden gesteld uit die lening van de Islamitische Development Bank. Heer McAndrew, hoe kijkt het bedrijfsleven er tegenaan dat, ofschoon men jullie op een eerder moment de president toch gevraagd hadden, dat reshuffling niet het antwoord is om de crisis het hoofd te bieden, zien we dat er toch nog nu toch namen genoemd worden en ook vanuit het kabinet in een persbericht is aangegeven dat er per februari een nieuw kabinet zal aantreden. Hoe kijkt het bedrijfsleven hier tegenaan? Wel, ons standpunt is nog, staat nog recht overeen dat we liever geen reshuffling hadden. Maar we hadden ook gezegd van het is het voorrecht van de president om zijn team te wijzigen. En we zullen kijken wie de personen zijn die nu de ministersposten gaan invullen. Ik moet er direct bij zeggen dat we toch wel een vrij goede samenwerking hadden met minister Burleson. Dus ik vind het persoonlijk jammer dat ze niet terugkomt. Want ze was altijd bereid om de VSB te ontvangen. We hebben vaak genoeg lange besprekingen met haar gehad om de bezorgdheden die onder onze leden leven aan haar voor te houden. En ze was altijd open en eerlijk naar ons toe. Minister Burleson was ook een minister die niet gauw op het teentjes was getrapt. Want je weet, we leven in Suriname, mensen kunnen soms niet goed omgaan met kritiek. Maar als de VSB kritiek had op haar beleid, was ze niet op haar teentjes getrapt, maar nodigde ze ons toch weer uit om te komen praten, zodat we toch op één lijn konden geraken voor wat betreft de beleidslijnen die ze wou uitzetten. Tevens heeft ze de VSB ondersteund voor wat betreft ons streven om een productiviteitsprogramma hier door te voeren met de hulp van de ILO. Haar commitment voor wat betreft productiviteit heeft ervoor gezorgd dat de ILO op dit moment naar fondsen zoekt om een dergelijk programma in Suriname uit te voeren. Dus we hopen dat de persoon die de minister van HI wordt, dat die persoon dezelfde commitment zal tonen, zodat de ILO geen redenen ziet om het project te stoppen, omdat er een andere minister met andere inzichten komt. Maar hoe is een dergelijke minister die nieuw binnenkomt wel in staat, gelet op ook de tijdspannen, om toch wel beleid uit te stippelen en uit te voeren? Wel, iedere nieuwe minister zal een zekere periode van inwerking nodig moeten hebben. Zeker als hij of zij niet uit het veld komt. En daarmee met uit het veld bedoel ik, als hij of zij niet actief is geweest binnen handel en industrie, zal die persoon toch wel de nodige tijd moeten hebben om zich in te werken. En uiteraard, daarvoor heb je de adviseurs en daarvoor heb je ook het personeel van het ministerie. Dus ik hoop dat die toch wel zo gauw als mogelijk de nieuwe ministers inwerken, zodat we toch wel zaken die al uitgestippeld waren, waaronder het productiviteitsprogramma, welke we met de ILO willen uitvoeren, mee door kunnen gaan met de implementatie daarvan. De naam van de heer Ferdinand Welzijn wordt genoemd als mogelijk de nieuwe minister van Handel en Industrie. Heeft u daarvan ook notie genomen? Heeft u dat ook gehoord? Ik heb inderdaad gehoord dat de naam van de heer Ferdinand Welzijn is genoemd. De heer Welzijn is een bekwame Surinaamse burger. En als die zich wil inzetten om het ministerie van Handel en Industrie te leiden, dan is dat altijd toe te juichen. Hij heeft jarenlang de VSB voorgezeten. Vorig jaar is hij vervangen geworden door de heer Brian Rente. Hij is actief gebleven in het Suriname Business Forum. Dus ik denk toch wel dat hij de nodige kennis en inzichten heeft voor wat betreft de problematiek waarmee het Surinaams bedrijfsleven op dit moment worstelt. En nogmaals, als VSB hebben we gesteld dat we met iedere minister, iedere regering bereid zijn samen te werken,
zolang die maar open en ook bereid zijn om met ons samen te werken. Wat is per vandaag, 30 januari 2017, nog steeds de bezorgpunten vanuit het bedrijfsleven? Wel, ik denk dat ons grootste zorgpunt nog steeds blijft de voorspelbaarheid, openheid ook. En ik denk dat we toch er gauw aan moeten werken dat we een dusdanig ondernemersklimaat hebben die ondernemers toch wel in staat stelt om hun bedrijfsactiviteiten voor te zetten. We weten allemaal dat we in een moeilijke periode leven. En ik denk dat procedures en dergelijke van de overheid het niet onnodig moeilijker moeten maken voor ondernemers om hun economische activiteiten te blijven te ontplooien. Want als ze ermee stoppen, betekent dat direct dan dat er de werkloosheid in Suriname nog groter zal worden. Dus we moeten onze ondernemers koesteren. En daarvoor is er toch wel een voorspelbaar beleid nodig. De belangrijkste vraag die speelt bij het 8 december strafproces is of de krijgsraad, het openbaar ministerie, pardon in deze, toch wel door kon gaan met dit strafproces. En mede op grond van het staatsbesluit, artikel 148. Maar we merken dat het Openbaar Ministerie hieraan voorbij is gegaan. De gronden daartoe zijn vandaag ook aangegeven. Dat betekent dat het 8 december strafproces gewoon normaal voortgang zal hebben. Op 9 februari zal dat gebeuren voor wat de verdachte aangaat in de burgerkamer. En op 9, een week daarna, in de Militaire Kamer, oftewel in de krijgsraad. Wij voeren u naar het verslag welke wij vandaag hier maakten voor het kantongebouw, welke trouwens ook heel zwaar bewaakt werd door politie. Wij voeren u naar dit verslag. Wat is uw eerste reactie op het besluit? Het is een beslissing van de rechter en we zullen dat moeten respecteren. We hebben daar geen keus. Daarover gaan we niet discussiëren. Ik denk dat we die beslissing moeten respecteren en we moeten het requisitoor aanhouden als het zo moet. Had u dit verwacht? Het lag in de lijn der verwachtingen als je naar je wetboek kijkt. We hadden dit niet echt verwacht, maar het is een theoretische mogelijkheid, ja. Ik denk dat het Openbaar Ministerie zijn requisitor moet houden, want dat heeft, heeft de krijgsraad beslist. Was er een andere mogelijkheid voor het OM? Er is, het OM heeft een instructie gehad, artikel 148. Nou, het Openbaar Ministerie moet kijken, dat is een instructie die de grondwetgever geeft aan de regering om aan het Openbaar Ministerie te geven. En die instructie is gegeven en het Openbaar Ministerie moet nagaan hoe ze met die instructie omgaat. Maar ze kunnen niets anders doen. Maar is het OM? Het is afhankelijk wat ze in hun requisitor zeggen. Okay. Dus het is helemaal afhankelijk wat ze nu gaan doen. Is het inderdaad zo dat op dit moment niets en niemand anders bepaalt wat er in de zaak gebeurt dan de krijgsraad? Theoretisch is dat zo. Op dat punt, theoretisch heeft de krijgsraad wel gelijk, ja. Maar waarom zegt u theoretisch? Is er een Als je naar die overwegingen in die resolutie kijkt, die overwegingen heeft de krijgsraad niet meegenomen. De overwegingen die het Openbaar Ministerie heeft, die de regering heeft overwogen, die overwegingen heeft de krijgsraad niet besproken. Welke is daar steekhoudend? Bijvoorbeeld het in gevaar komen, dat het kan, dat de staatsveiligheid in gevaar komt. Die overweging is zwaarwichtig en ik denk dat de krijgsraad daar rekening mee had moeten houden. Zou de regering daarop iets kunnen doen? Dat weet ik zo op dit moment niet. Maar bijvoorbeeld een start van een, hoe noem je dat weer? Nou, wat de regering kan doen en niet kan doen, daar ga ik geen oordeel over geven. Ja. Ik ben advocaat en ik behoor niet tot de executieve. Ja. Wat is er precies gebeurd daar binnen? Nou, de krijgsraad heeft het verzoek dat de auditeur militair de laatste keer gedaan had om de 8 december moorden strafzaken te beëindigen. De krijgsraad heeft dat verzoek afgewezen en heeft vastgesteld dat de
rechtszaak, in ieder geval tegen de heer Boutersen, want die stond zo net op de rol, dat die zaak gewoon voortgang kan vinden. En heeft aan de auditeur militair ook gezegd, of de gelegenheid gegeven om terstond zijn strafeis te houden, omdat hij in 2012 al had aangegeven dat die strafeis klaar lag. En heeft de krijgsraad gezegd, nou dan kunt u het ook meteen aan ons voorhouden. De auditeur militair heeft toen een technisch punt naar voren gebracht. Hij heeft enerzijds gezegd dat hij de requisitoor zal houden, kan houden en moet houden, want nu zijn alle belemmeringen zijn weg. Maar hij heeft een technisch probleem, zo interpreteer ik het. Hoe het zit met die andere zaken, want er zijn totaal 26 verdachten waren er. En hij wilde dus precies weten hoe de krijgsraad eigenlijk de zaak verder gaat aanpakken. Of alle requisitoren vandaag gehouden gaan worden of niet. Zo heb ik zijn vraag gezien. Ik denk dat het een goede vraag is. En de krijgsraad heeft nou beslist dat zij over zijn vraag zich gaan beraden. En daarvoor hebben ze even geschorst. Op welke gronden is het afgewezen? Het afwijzen van het verzoek van de auditeur militair om de strafzaken te beëindigen. Daar zijn een aantal gronden voor aangevoerd. Maar ik denk dat de meest belangrijke is, kun je kort samenvatten, dat de krijgsraad heeft gezegd, de stand waarin de rechtszaak zich bevindt, in die stand is het niet meer de openbaar ministerie die bepaalt of een zaak wordt voortgezet. Maar in die stand van behandeling ter terechtzitting, is het de krijgsraad, de rechter, maar in dit geval de krijgsraad, die beslist of de zaak wordt voortgezet. En de krijgsraad zegt dat het verzoek van de auditeur militair op geen enkele wijze aansluit of past bij het gesloten systeem van ons strafrecht en dat daarom het verzoek niet ingewilligd kan worden. Het was ook voor mij een verrassing dat het requisitoor vandaag gehouden moest worden of kon worden. Maar ik vind dat de krijgsraad, laat maar zeggen, coulant is en mag zijn om het verzoek voor uitstel te honoreren. Ik zie daar eigenlijk op zichzelf niets principieels in. Nee. En de reden waarom, dat moet u aan hem vragen. Kan de auditeur militair weigeren om een requisitoor te houden? Ja, dat kan hij weigeren. Dus officieel is dat dienstweigering, maar goed. Nou, niets. In die zin, dan gaat het proces gewoon door. Dan kan de krijgsraad zelf met datgene wat ter terechtzitting is gezegd door getuigen zelf beoordelen. Okay. Wat kan er gebeuren als de heer Boutersen berecht wordt als president? Wat zijn de juridische gevolgen? Net als voor iedereen, dan kan hij daartegen in beroep gaan. En als hij ook in het beroep, in het hoge beroep, ook daar veroordeeld zou worden, dan moet de straf die over hem wordt uitgesproken toegepast worden. Net als ieder andere. Dat is de essentie van de rechtsstaat. Vandaar dat ik benadruk dat vandaag de rechtsstaat Suriname gewonnen heeft. Niet de nabestaanden, de rechtsstaat. En uiteraard zijn de nabestaanden blij en hebben voordeel aan die beslissing. Maar het is de rechtsstaat die gezegevierd heeft. En die zal, wat die eist, dat een ieder, president of timmerman, als je moord pleegt en bewezen wordt dat het moord is, dus met opzet, dat je daarvoor gestraft wordt. Dat is de essentie van rechtsstaat. Zodra als de mogelijkheid bestaat dat één of meerdere personen zich daaraan onttrekken, dat het recht op hun niet van toepassing is, dan leven we niet in een rechtsstaat, maar in een machtsstaat. En dat willen we niet. U hebt in een artikel op Star News gesuggereerd, in ieder geval de vraag gesteld of de president zich wel aan de rechtsmiddelen zal houden en of hij niet naar machtsmiddelen zal grijpen. Hoe kijkt u daar nu tegenaan? Er is nog een week te gaan voor de strafeis. Nou, ik kan alleen maar de hoop uitspreken dat de president en de andere verdachten, maar het gaat natuurlijk voornamelijk om de hoofdverdachte, die in een positie is om machtsmiddelen te gebruiken. Welke? Any machtsmiddel. Dus laat me het zeggen, alles wat niet is een rechtsmiddel. En rechtsmiddelen heeft hij om tegen deze beslissing op te komen. Noodtoestand afkondigen? Dat is nee, dat is geen rechtsmiddel. Nee, dat is een machtsmiddel. Dus wij, en de rechtsmiddelen die hij heeft, die staan in het wetboek van strafvordering. En hij heeft advocaten, en de andere verdachten hebben advocaten, dus aan hun
werk nu om te kijken welke rechtsmiddelen zij hebben. Want ze zijn het natuurlijk niet eens met deze beslissing. En dat mag. Maar wij spreken alleen de hoop uit dat de reactie eens zal zijn met rechtsmiddelen. En niet met machtsmiddelen. Wat voor machtsmiddelen zou hij kunnen gebruiken? Ik ga daar niet over speculeren. Maar ja, we hebben gezien, in de afgelopen tijd is de rechterlijke macht zeer stiefmoedelijk behandeld. Dus ja, dat is ook al, wordt door velen gezien als intimidatie. De rechterlijke macht is beschuldigd door de minister en door de president van de zwaarste beschuldiging die je kunt krijgen als rechter. Kijk, de rechterlijke macht is vanaf 1866 in de Republiek Suriname in dit gebouw begonnen als een onafhankelijke rechterlijke macht. De uitvoerende macht is afhankelijk van de wetgevende macht. De wetgevende macht is afhankelijk van de uitvoerende macht. De rechterlijke macht is in de trias politicas een volledig onafhankelijke macht. En dat is de essentie van de rechtsstaat. En die is vandaag overeind gehouden. Maar welke machtsmiddelen mensen kunnen gebruiken, daar ga ik niet op speculeren. Verwacht u het? We verwachten een reactie. Zonder meer. Dat lijkt me ook logisch. Alleen we hopen dat het een reactie is met rechtsmiddelen. En niet met machtsmiddelen. Het is weer een poging geweest, een openlijke poging. Eigenlijk een beetje doorzichtig en naïef van de verdachte. De president om met een staatsbesluit te komen. Zijn adviseurs leiden elke keer schipbreuk. Want we hebben ook een amnestiewet gehad die dus zou moeten bewerkstelligen dat de zaak niet doorgaat. Ook dat is van de tafel geveegd door de rechter. We hebben gemerkt dus dat dit staatsbesluit weer naar voren is gebracht. Daartussen hebben we natuurlijk een heleboel intimidatiepogingen gekregen. Het belachelijk maken van de rechterlijke macht en de rechters. We hebben ook gezien dat men zelfs niet schroomt om de zwakkeren bij van enkele nabestaanden te bewegen om de zaak via een waarheidscommissie proberen aan wankelen te brengen. Ook, ja, meneer Sandeo Hira wordt dus gebruikt, misbruikt en hij leent zich ook ervoor om buiten de rechtszaal om maatschappelijk draagvlak te vinden om de rechtsgang te stremmen. Ook dat leidt schipbreuk. En we merken dus dat het geloof wat we moeten hebben in onze rechtsstaat, het geloof wat en respect dat we moeten hebben voor de rechters en belief in oprechtheid, dat de zaak gewoon doorgaat. Overigens komt het erg belachelijk over van de adviseurs van de president die elke keer weer proberen om met een foefje de zaak te stoppen. Het lukt niet. Het lukt niet. En we komen langzaam maar zeker tot het eind. En aan de hand daarvan zullen we onze raadslieden weer vragen van hoe verder. Heeft u wederom geloof in de rechtsstaat? Ja, hebben we altijd gehad. Onze raadsmannen hebben dus juist aangedikt om te zeggen van het is niet alleen een testcase voor de rechtszaak. Althans, het is niet alleen een case voor de nabestaanden, maar het is ook een case voor de rechtsstaat. Je merkt ook, hè, een zaak met 26 verdachten, de infrastructuur hier leent zich er niet voor. Dus we begrijpen ook dat wanneer men tijd vraagt om de zaak zeg maar proportioneel af te handelen, dat we dat begrijpen. We vinden natuurlijk dat het zo snel als mogelijk moet worden afgehandeld. En dan zullen we zien wat de uitdaging van de Republiek Suriname is. Een vrouw heeft op 22 januari 2017 aangifte gedaan bij de politie van Rijsdijk tegen zijn partner Henk F. die gepoogd heeft haar te verkrachten. De 31-jarige man, die reeds geruime tijd in onmin leeft met zijn vrouw, heeft op de bewuste dag de vrouw aangerand. Toen de vrouw tegen stribbelde, incasseerde zij enkele slagen van haar partner. Volgens verklaring van de vrouw heeft de man haar gewurgd om zo te proberen met geweld seks met haar te bedrijven. Het koppel heeft 3 kinderen. Henk is op 24 januari opgespoord en aangehouden door de wetsdienaren. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is Henk in verzekering gesteld. De vrouw heeft een oogbloeding aan de slagen overgehouden en moest medisch worden behandeld.
Volgens Jerry Miranda, districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, is er geen sprake van vertraging voor wat de herstelwerkzaamheden aangaat op blok 1 en 2 aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Menigeen vraagt zich af wat daar zal komen en waarom de werkzaamheden zo lang duren. Volgens Miranda gaan de werkzaamheden vlot en het ligt in de bedoeling dat de bussen die hun parkeerplaats in de binnenstad hebben, daar overgeplaatst zullen worden. We voeren u naar het vraaggesprek welke wij hadden met DC Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost. Hoe zit het met blok 2 en 3 nu aan de Dr. Sophie Redmondstraat DC? Je moet oppassen dat je door de boom het bos niet meer ziet. Dus het pas dat we 1 waar de baan komt en 2 waar de ondernemertjes bezig zijn, dat we dat eerst afwerken, dat zijn we bezig af te werken. En wanneer dat in een gevorderd staat, dan kan je met de rest beginnen. Stagneert het werk nu? Het lukt. We zijn nu bezig bij waar de baan staat, het zand af te voeren om de tracé van de baan klaar te maken. Dat moet binnen een paar dagen gebeuren hoor. En als het tracé klaar is, dan wordt het project verder gedaan. Aan de andere kant lukt ook. De ondernemers zijn bezig, heel enthousiast. Maar zolang we dat niet hebben gedaan, dan kan je niet met een ander deel beginnen. Anders, je moet niet voorbij je maatstaven gaan. We wachten even om te kijken hoe dit verder gaat. En ik denk in de loop van de komende maand of zo, dat we dan met die anderen bezig gaan zijn. Is het al in planning wat daar dan komt na afronding van de werkzaamheden? Waar heeft u het over? De blok 2 en 3 aan de Dr. Sophie Redmondstraat. We gaan even kijken. Je hebt een x-aantal mensen die hun... die de berm aan de overkant van hun huis onderhouden. Dat moet je niet voorbij laten gaan daarin. Die man onderhoudt al jaren. Hè. Wat we nu gaan forceren, en ik zou u aanraden om even oog te houden, ook de Jan Steens, daar hebben de mensen gevraagd, laten we de berm onderhouden, maar nu gaat de overheid ook erbij zetten. U moet die goot ook mee onderhouden, want wij komen niet echt meer met machines en dingen om het te doen. Iedereen heeft de verantwoording om zijn omgeving te schoon en vuilvrij te houden. Dus we gaan nu, hebben we ook al met de mensen van de Jan Steenstraat, u gaat die goed ook bijnemen. We gaan hem 1 keer schoonmaken en dan moet hij dat beheer overnemen. Kost de overheid heel veel geld minder. En dat geld kan je dan gebruiken om andere dingen te doen. Dus we zijn nu bezig om te kijken van dat van 2 en 3, wat we precies daar gaan doen. U nam dus Jan Steenstraat gewoon als extra erbij? Nee. Jan Steenstraat hebben de mensen, dus er is een groep van mensen geweest die de bewoners van de Jan Steenstraat vertegenwoordigen. En die kwamen met het idee, ik zeg, ik vind het prachtig. U doet precies wat ik vraag, dat zou moeten gebeuren. Dus ze zijn nu bezig, maar ik wil nog niet echt uitweiden. Omdat ze nu bezig zijn te kijken, deze wil een parkeerplaatsje maken voor zijn auto. Deze wil een tentje opzetten met zijn mensen. Dat is, mag helemaal. Dat wordt de Jan Steenstraat, wil ik als voorbeeld nemen, dat het beheer van die berm aan de bewoners zelf wordt overgedragen. En dat van Dr. Sophie Redmondstraat, waar er nu gewerkt wordt, wat wordt daar? Daar komen de lijnbussen. Maar dat wordt samen met TCT gedaan, omdat de buslijnen en dingen die daar komen door hun bepaald worden. Dus dat past helemaal in het beleid van wat TCT wil doen met die ordening van de binnenstad, taxiwezen, bussen enzovoort. En dat is het tweede deel dat nu gedaan wordt. En het derde deel is waar het derde deel van Onderboom wordt in een later stadium gedaan. Vanmorgen heeft de launch plaatsgehad van de UN MSDF 2017-2021 en na de launch ook gelijk de ondertekening van de daartoe behorende documenten door de heer Richard Blewitt. Hij is VN resident coördinator als ook minister van Buitenlandse Zaken Nirmala Badri Singh. Hieraan vooraf zijn Blewitt als Badri Singh ingegaan op dit project, welke beslaat een periode van 2017 tot 2021 en wat dit project precies inhoudt. I would like to note that the UN MSDF is a new approach that transforms the country-level UNDAFs of all 18 Dutch and English-speaking Caribbean countries into one regional framework, capturing our joint efforts to achieve the 4 MSDF priorities as outlined in the video. What sets the UN MSDF apart from our previous UNDAF is how it synergizes the key priorities and areas identified throughout the 18 Caribbean countries,
showing the similarities in development opportunities and integration, not only for the Caribbean countries, but also for the work the UN does in each of these countries, bringing with it excellent possibilities and options for resource mobilization and enhancing development with the people in the Caribbean. The regional UNDAF and UNMSDF is enshrined within and with the Sustainable Development Goals, ensuring that the agency fully support the government of Suriname on the SDGs and fulfillment of the SIDS pathway and the CARICOM Strategic Plan 2015 to 2019. Its starting point is the principle of leaving no one behind, which will be our main focus as we shape our national programming in Suriname together with our partners. The UN looks forward to our further collaboration, future collaboration with the government of Suriname and other national partners in achieving the core goals of the UNMSDF and ensuring that we leave no one behind. The UN is here and wishes to further deepen its support to national priorities in this challenging times and over the long term. In closing, I wish to extend our congratulations to the government and people of Suriname in achieving this milestone and look forward to implementation of the UNMSDF together with the government of Suriname. Today marks a historic milestone for the Republic of Suriname and the Caribbean with the signing of the new cooperation framework between the government of Suriname and the UN for the upcoming 5 years. The United Nations Multi-Country Sustainable Development Framework 2017-2021 reflects the collective and coherent support of the United Nations to the English and Dutch Caribbean in addressing the common development challenges these countries are facing. The regional character of this UNMSDF reflects the regional response to implementing the 2030 Agenda for Development and gives a new dimension to regional integration. The government of Suriname welcomes this new approach and hopes that it will increase and improve the synergy among the small Caribbean states, which are facing particular development challenges and threats. While we look forward to a successful implementation of this new regional framework, we should also take into account our national development priorities. Moreover, Suriname has its own unique characteristics, which often require tailor-made interventions that are different from those of the small island states. Therefore, I'm pleased to note that there has been continued consultation with and engagement of the relevant stakeholders to ensure that the priorities set out in the UNMSDF reflect the national development priorities of Suriname, which focus on environment and climate change, equitable and quality health, inclusive social economic prosperity, as well as institutional development and citizen security. I would like to take this opportunity to extend, on behalf of the government of Suriname, our gratitude to the UN system for our decades-long partnership, which is based on mutual respect and understanding. With the signing of this new framework, the government of Suriname and the United Nations country team in Suriname affirm their commitment to fully support the implementation process. And this in order to help to achieve the national developmental goals and priority. Een dronken WH riep vanmiddag richting de waterkant tegenover de vreedzame markt toen hij door een man die zilveren kettings verkocht werd gevraagd of hij een ketting wilde kopen. WH, die diep in het glas had gekeken, moet deze man ruw hebben geantwoord, waarop deze man die en in deze dus de kettingverkoper een steen in zijn hand had, de man daarmee sloeg op het voorhoofd. WH begon ernstig te bloeden. Omstanders stonden geschokt te kijken hoe de man stond te bloeden toen zij hem erop wezen naar de politie, die is ondergebracht in een der ruimtes van de centrale markt, daar zijn aangifte te gaan doen. Bloeden liep WH naar de politie, waar hij dan zijn aangifte deed.
Intussen stonden heel wat mensen rond hem te kijken wat er is gebeurd. De politie die nam het een en ander op papier en belde daarna met de spoedeisende hulp. Binnen een kwartier was de ambulance er daar en werd deze WH afgevoerd. Maar wat toch zo frappant is in deze zaak, is dat deze kettingverkoper later gewoon is komen staan en kijken wat er daar gebeurde toen omstanders de politie erop wezen dat het om deze man ging. Hij werd toen aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Jennifer Geerling Simons, DNA-voorzitter, die heeft er bij het begin van dit jaar aangegeven dat haar grootste wens is om te gaan naar een open parlement. En wel een open parlement door middel van meer communicatie met het volk. En hoe meer communicatie? Nou, dat gebeurde via de radio. Dat gebeurde reeds door interviews door de media, maar ook op hun eigen website kon men dan de vergaderingen volgen. Nou, vandaag is DNA toch wel een belangrijke richting opgegaan en dan hebben zij vanaf vandaag hun eigen tv-kanaal. En dat is op onze nationale zender, de STVS 8.4. Volgens mevrouw Simons heeft zij altijd gepleit voor een volgende stap en dat was dan het open parlement. En het volk is onze baas, zegt Simons. Zij hebben het recht om te weten wat er gebeurt in de Nationale Assemblée. Ruud de Wind, griffier van DNA, die geeft aan dat DNA TV 1x24 uur te zien zal zijn in de huiskamer. En zij hoopt dat zij met hun programma's zich meer kunnen richten op de jeugd. We voeren u naar de feestelijke launch van DNA TV op 8.4, onze nationale zender, de STVS. Het is vandaag een bijzondere dag voor de Nationale Assemblée, een bijzondere dag voor ons allen. Bijzonder omdat straks we de launch gaan hebben van ons televisiekanaal. Met deze launch willen we de Nationale Assemblée dichter bij de gemeenschap brengen. We zijn dan 1x24 uur bij u in de huiskamer. We willen ons primair richten op de jeugd. Door middel van animatiefilmpjes willen we de jeugd bekendmaken met het werk van de Nationale Assemblée. We zijn er zeker van dat we hierin zullen slagen. Dames en heren aanwezigen, ik zal het kort houden en ik wil van hieruit de hele DNA-familie en de Surinaamse gemeenschap feliciteren met deze mijlpaal. Dit is een nieuwe stap op een lange weg. Toen ik hier in 2010 als voorzitter begon, heeft men me gevraagd wat mijn visie was voor de Nationale Assemblée. En ik heb daarop gezegd, de Nationale Assemblée is het hoogste orgaan van de staat, heeft twee taken. Ten eerste beleid goedkeuren van de regering en het controleren van de regering. En ten tweede het volk van Suriname vertegenwoordigen. Brengt de soevereine wil van de natie tot uitdrukking. Maar wanneer je zulke zwaarwichtige taken hebt, dan moet je ook als instituut in staat zijn om die uit te voeren. Een van de belangrijke taken van het gebeuren in de Nationale Assemblée is om openheid te brengen, openbaarheid. De discussies die hier gevoerd worden, de vragen die gesteld worden, de ideeën die aangedragen worden, die dienen onmiddellijk en rechtstreeks beschikbaar te zijn van het volk van Suriname. De performance van de leden, omdat ik u altijd heb gezegd dat er geen instituut hoger is in Suriname dan de Nationale Assemblée. Het instituut legt geen verantwoording af bij een ander instituut. Het is het hoogste orgaan. En daarom is dan de cirkel rond. Dat wil zeggen dat de Nationale Assemblée en de leden individueel, die leggen verantwoording af bij het volk zelf. Het volk is onze baas. En daarom heeft het volk recht erop om te weten wat hier gebeurt. We hebben in de achter ons liggende jaren steeds meer stappen gezet. Soms ook met de nodige technische problemen. Maar als we terugkijken kunnen we zeggen met succes.
We hebben onze website vernieuwd, waardoor u veel meer informatie daar kunt vinden. We hebben als parlement besloten, toen we nog geen eigen kanaal hadden, dat we korte, maar toch duidelijke tv-programma's zouden maken waarbij het volk een indruk kreeg van wat hier gebeurt. Maar de weg naar een open parlement, die we toen begonnen zijn, die zou niet compleet zijn zonder een eigen tv-kanaal, waarin we een paar dingen gaan doen. In de eerste plaats, zoals ik al heb gezegd, krijgt het volk rechtstreeks inkijk in wat hier gebeurt. Of het nou de openbare commissievergadering is of de plenaire, men kan luisteren en kijken. Men kan in de gaten krijgen dat wanneer men op het werk zat om 10 uur of 11 uur de vergadering begonnen was, wanneer men thuis komt om 3 uur de vergadering nog gaande is, en wanneer men 6 uur kinderen klaarmaakt om naar bed te gaan, de vergadering nog gaande is of misschien net gesloten wordt. Men krijgt de indruk van de intensiteit van het werk, maar ook wat de leden hier naar voren brengen voor de regering en namens de bevolking van Suriname. Zolang we als parlement niet rechtstreeks dat wat we hier doen aan ons volk kunnen presenteren, is het parlement niet open. En een paar jaar geleden nog, niet heel lang geleden zelfs nog, was het parlement, zoals we dat noemen, een black box. Men stemde hier, we namen wetten aan en de media kwamen en presenteerden aan het volk waarvan ze dachten dat het interessant of goed was. En we zijn vandaag op het punt dat iedereen in Suriname zal kunnen kijken, zien voor zichzelf wat er in het parlement gebeurt. Dat betekent ook dat de leden die langzaam maar zeker zijn gaan wennen aan nieuwe methodes, nieuwe manieren van werken, nog veel bewuster moeten zijn daarvan, zich nog veel bewuster moeten zijn daarvan. Ik ben erg blij dat dit moment is gekomen. We gaan in de eerste fase nog steeds in een pilotfase werken. Niet meer proef, maar pilot, waarbij we de bevolking, de hele gemeenschap, om feedback zullen vragen. Hoe komt het over? Wat kan beter? Maar zelfs in deze eerste fase zullen we naast de live-uitzendingen de herhalingen van onze programma's die u intussen kent afdraaien. Maar daarnaast zijn we druk bezig inderdaad iets op te pakken wat tot nu toe nog nooit in Suriname is gedaan. En dat is het voorlichting geven over wetten aan gewone mensen. Want de burger wordt geacht de wet te kennen, maar aan die burger wordt nooit uitleg gegeven over de wetten. En daarmee zijn we nu begonnen. U weet dat we als eerste wet de wet op dierenbescherming klaarmaken om op scholen gepresenteerd te worden aan de leerlingen, maar ook via ons netwerk. Het wetgevend werk, de betekenis van wetten, alle dingen die het parlement doet, die zult u kunnen zien op ons kanaal. En natuurlijk ook internationale zaken die te maken hebben met het werk van parlementen in de hele wereld. Suriname zet weer een kleine stap op weg naar meer openheid, meer democratie. En dat is de weg waarop we willen gaan met het parlement. Ik feliciteer het parlement. Ik dank alle mensen van de technische dienst, de voorlichting, ook STVS die hebben gewerkt naar het moment toe waarop we nu zelf kunnen uitzenden. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons is niet blij dat de wet op de staatsschuld aangepast moest worden, zodat de regering geld mag blijven lenen. Ze heeft de regering vrijdag daarom niet gefeliciteerd nadat de wetsaanpassing door het parlement was goedgekeurd. Voor haar was het een noodzakelijke operatie. Samen met 25 overige coalitieleden stemde Simons voor de wetswijziging. Wij voeren u naar DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons bij de aanpassing van de wet op staatsschuld. We gaan stemmen over de wet van houdende nadere wijziging van de wet op de staatsschuld, SB 2002 nummer 27, zoals laatst gewijzigd. Bij SB 2011 nummer 63. Artikel 1 wordt op stemming. Artikel 2 wordt op stemming. Considerans en intitulé wordt op stemming. Het gehele ontwerp. Sorry.
ga het opnieuw doen, omdat ik denk dat ik artikel 3 ben vergeten. Artikel 1 wordt op stemming, artikel 2 wordt op stemming, artikel 3 wordt op stemming. Considerans en intitulé wordt op stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewezen. Wie is voor? ...27 voor. Wie is tegen? 6 tegen. Het ontwerp is aangenomen met 27 stemmen voor en 6 tegen. Laat me zeggen dat ik natuurlijk... ...dat we elkaar niet gaan feliciteren. We hebben een noodzakelijke operatie verricht... Die, waarvan ik kan zeggen dat die zeker ook voor mij bijzonder zwaar is. Omdat we natuurlijk liever niet in de positie verkeerden dat we vandaag deze wet moesten aannemen om ondanks overschrijding van het leningenplafond toch te kijken hoe we onze verdere projecten zouden financieren. Maar aan de andere kant hebben we gezien en onderzocht dat het noodzakelijk is om verder te kunnen, ook voor die samenleving. Waar ik heel duidelijk denk dat we nou door de crisis en door deze wet, naast het negatieve dat we uit moeilijkheden dit hebben moeten doen, is er iets positiefs wat ik kan zeggen, omdat ik ook al heel lang hier zit in het parlement. En dat is dat wat we hebben beschreven in artikel 3a, lid 3, dat het de regering slechts is toegestaan schuldverplichtingen aan te gaan ter financiering van kosten en programma's op de vigerende begroting opgenomen, dat deze bepaling nu hier staat, regering, in een wet, een noodwet, maar dat die eigenlijk naar de comptabiliteitswet moet, want het had al lang zo moeten zijn. Het had al eerder zo moeten zijn geformuleerd. En we hopen dus dat we het terug zullen zien in de nieuwe comptabiliteitswet. Namelijk dat in de begroting van Suriname vanaf nu duidelijk zal worden aangegeven voor welke uitgaven er externe of interne binnenlandse financiering nodig zal zijn. Waardoor de begroting transparanter wordt voor het parlement dan het ooit geweest is. Dat is voor mij een lichtpuntje. En ik hoop dat dus uit de crisis zoals dit lichtpuntje meer lichtpuntjes komen. En dat we gedwongen nu dingen die we al vele tientallen jaren niet hebben gedaan. We nu zo eindelijk zullen doen. En het is aan het parlement inderdaad om in die begrotingsbehandeling te kijken. Wat de regering heeft opgebracht en samen met de regering te kijken wat er kan worden gedragen en wat niet. Dus dit is slechts de eerste stap. De begroting wordt nu de beslissende factor. En in dat opzicht feliciteer ik toch het parlement en de regering dat er nu een situatie is gekomen waardoor onze begrotingen nu weer een stap verder zijn in de richting van transparantie. Weliswaar onder dwang en door crisis, maar die stap is gezet. En laten we dan daarmee in elk geval verder gaan. De voorzitter van de commissie, die wil het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. U heeft het heel goed verwoord. Voorzitter, wat ik wel wil benadrukken is dat ik wel blij ben dat de crisis ons leert om heel intensief samen met elkaar te werken, voorzitter. De crisis heeft ons geleerd dat de regering niet alleen daar staat, maar dat het parlement ook voor behoorlijk grote uitdagingen staat, voorzitter. En dat we samen de schouders onder het werk, voorzitter, spannen om dat werk goed gedaan te krijgen, voorzitter. Ik ben blij, voorzitter, toch nog dat we dit gedaan hebben, omdat wij een zekere verantwoordelijkheid hebben. Voorzitter, u heeft het goed gezegd, het besluit was een zeer zware, voorzitter. En we hebben echt alle opties van alle kanten bekeken om tot een vergelijk te komen, om tot een oplossing te komen. Wat dat betreft ben ik wel blij. Ik wil wel de deskundigen, voorzitter, bedanken voor hun inzet. En ook de regering voor de samenwerking die wij met hun hebben gehad. En ik hoop, voorzitter, dat het niet hierbij stopt wanneer het gaat om het voorzien van het parlement met informatie.
Ik hoop echt dat het niet blijft bij staatsschuld of wanneer de regering ons nodig heeft, dat de regering dan informatie verschaft. Maar voorzitter, ik hoop echt dat we in de toekomst bij behandeling van de begroting en andere wetten alle informatie die wij nodig hebben, dat wij die informatie van de regering krijgen, omdat deze wet, voorzitter, bewezen heeft dat wij samen een veel betere product kunnen leveren, voorzitter. Dank u, voorzitter, daarvoor en ik dank de regering daarvoor en de deskundigen. Dank u wel, voorzitter. Ja, regering. Behalve dat wij als regering content zijn dat we dus op dit punt aanbeland zijn, waarvoor wij de behoefte hebben om uw parlement dus ook waarderend toe te spreken, in de zin dat we een goede samenwerking hebben tot stand gebracht, is het ook van belang, lijkt de regering, om niet alleen het met u eens te zijn dat de noodzaak ons daartoe dwong, de aanpassing van de wet op de staatsschuld, maar dat de regering, met name de verantwoordelijke vakminister, toch de context waarbinnen we dus deze aanpassing moeten zien en moeten interpreteren, niet alleen maar historisch, maar ook de functionaliteit van deze aanpassing in de zin van een instrument voor de financiering van de ontwikkeling, die niet alleen maar moet leiden tot economische groei, maar ook de vertaling van die groei in vergroting van de kwaliteit van het bestaan, zeg maar welzijn. En daar kunnen we elkaar mee feliciteren. En dat zullen we ook straks, en we hebben ook gestrest dat wij ook de noodzakelijke vernieuwing van de wetgeving zoals de Contabiliteitswet, dat we die ook inderdaad in voorbereiding hebben. De politie van Flora kreeg op 22 januari 2017 omstreeks 3 uur in de ochtend de melding van een steekpartij op een adres in het resort. De wetsdienaren deden het adres aan en constateerden dat er een feestje gaande was. Het overgrote deel van de aanwezigen waren minderjarigen. Een 13-jarig slachtoffer werd aangetroffen met een ernstige verwonding in haar buikstreek. Uit het onderzoek is komen vast te staan dat de 13-jarige verdachte Safira R. haar heeft verwond. Volgens verklaring van enkele omstanders is het gevecht ontstaan als gevolg van roddelpraat. De tieners hebben elkaar over en weer uitgescholden. Op een onbewaakt moment moet Safira een scherp voorwerp uit de tas van een vriend hebben gehaald en het slachtoffer hebben verwond. Per ontboden ambulance is het slachtoffer afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het slachtoffer is voor medische behandeling opgenomen in de ziekeninrichting. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is Safira ingesloten en ondergebracht in het jeugdcellenhuis. Het verder onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van jeugdzaken. De politie doet een beroep op ouders en of verzorgers erop toe te zien dat hun minderjarige kroost niet tot in de kleine uren alleen op straat blijft. Verder is het gewenst bij een grote concentratie van minderjarigen bij een activiteit er altijd voor te zorgen dat er genoeg verantwoordelijke volwassenen aanwezig zijn voor het houden van toezicht.